Even kijken, wil je dat je denkt van nou, ik wil echt mijn leven, wil ik even net even een stapje leuker maken, want ik zit in corona, dan zou ik de komende minuten even niet luisteren. Want als ik dit lijstje zie met stap voor stap naar een gezonde leefstijl, dan denk ik, nou ja, dan geef ik de pijp aan Maarten. Ja, ja. Monique Timmer, goedemiddag. Goedemiddag heren, goedemiddag. Hallo. 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 Ja, ja. We zijn heel gezond bezig hoor, appeltje erbij. En zo. Ja, dus, ik had wel een boterkoek gebakken gisteren, ja. Die heeft Arnoud 2 stukken van op. En die vond hij heerlijk. Ja? Die was lekker, hè, Arnoud? Ja, ik zie hem ook zitten. Ik heb het zelf niet genomen natuurlijk, hè, Monique, want zo ben ik niet. Want ik weet wat erin zit. Het gaat er vandaag over heerlijk, hè? Daag jezelf eens uit. Het is een challenge. Ja, stap voor stap. Ja, een challenge. Wat gaan we doen? Stap voor stap. Ik werd recent namelijk zelf uitgedaagd voor een challenge. Toen zei iemand van, doe je mee? En ik las zo dat lijstje door en toen dacht ik, ach ja, waarom ook niet? Ik denk, nou, het is heel stiekem, want er stonden niet zo heel veel uitdagingen tussen. Behalve de 8 uur slaap en een koude douche. En toen dacht ik, oh, dat is serieus een ding. Zeker die uurtje slaap, dat haal ik over het algemeen niet. Mm-hmm. En toen dacht ik bij mezelf, nou weet je, iedereen heeft natuurlijk wel zijn eigen challenge. We hebben allemaal wel dingen op het lijstje staan wat we graag anders zouden willen zien. En of dat nou in de vorm is van een gezondere leefstijl. Of dat het dingen zijn waarbij je wat meer me-time hebt. Dus wat meer tijd voor jezelf. Ja. Zeker in deze periode. Ik denk, nou, ik maak gewoon eens een lijstje en kijk eens of je daar wat dingen uit kunt pikken. De bedoeling van het lijstje wat ik toen kreeg, was dat je dat iedere dag ging doen. Maar okay. Dat was voor mij echt niet haalbaar. Hey, voordat we dat lijstje behandelen, ik zal hem even snel opnoemen waar het allemaal uit bestaat. 1 minuut stilte, straks leg je even uit hoe het allemaal zit. 10 seconden koud afdouchen, 10 minuten workout of 30 minuten wandelen, 8 uur slaap, 400 gram groente eten, 30 minuten me-time, zoals je de tijd voor jezelf, dus zonder telefoon, laptop, computer of tv. Niet roken, geen alcohol, geen suikers, 2 liter water drinken en geen mobieltjes tijdens het eten. En voor de rest mag je alles doen. Nou, het zijn niet echt onmogelijke dingen. Nee, niet alles. Maar ik vind het wel heftig als je daar elke dag aan moet voldoen, hoor. Ja. Toch? Nou, ja, maar stel nou eens dat je nou daar niet iedere dag aan zou voldoen. Maar stel nou eens, dit is een lijstje wat ik zo even gemaakt heb. Waarbij het bewegen en gezondere leefstijl en dat je wat meer tijd voor jezelf kunt hebben. Ja. En meer bewegen en de sporten of wandelen, maar in ieder geval dat je actief bent. Het aantal uur slaap, gezonde voeding, dus 400 gram groente eten op een dag. En zo dat zijn er natuurlijk veel, wat hoor. Meer dingen, maar het kan ook zijn. Ja, 400 gram groente. Ja, vind ik heel veel. Ja. Hoeveel eet je op ongeveer? Op een met, dag, moeite eet ik nu 2 ons op. En dan vind ik groente namelijk helemaal niet lekker. Dus, of tenminste, helemaal niet lekker. Ik vind dat er weinig smaak aan zit. En dan denk ik, nou, ik doe het maar vanwege de gezond. Dus ik neem er ook wel 2 of 3 stuks fruit, want dat heb ik dan liever. Maar ja, groenten, nee. Ja? Ja, nee. Er zijn ook maar een paar groentestukken waarvan ik echt zeg... Nou, rauwkost. Dat eet ik... Hè? Ja. Worst? Ja, misschien kan je zelf eens uitdagen rauwkost. Met... Oh, rauwkost. Rauwkost. Ik wou dat zeggen, worst lust ik dan wel weer. Waar je nog wat aanvullingen. Ja. Ja, maar... goed, ja. Nee. Maar het kan best wel eens zijn... Nou, weet je, iedereen heeft natuurlijk wel... Wat we vaak zien is dat mensen vaak vanuit het negatieve gaan handelen. En dat vind ik zo jammer. Er zijn best wel een aantal dingen die je op je lijstje kunt hebben. En misschien zijn dit niet de dingen of de uitdagingen die voor jou gelden. Maar misschien zijn er wel andere zaken waarvan je zegt van... ik zou eens iets met het gezin of... ik wil zoiets meer tijd aan een hobby besteden. Of ik zou gewoon een lijfstijl waarbij je allerlei wensen op je lijstje hebt staan. Maak daar eens een lijstje van en ga eens kijken of je daar, niet eens iedere dag, maar stel dat je een week hebt dat mensen zeggen van, ik wil wat gewicht kwijtraken. Ik begin goed. Hè, het begint dan op maandagochtend meestal, na het weekend. Ja. Beginnen we goed en ergens halverwege de dag. Ja hoor, dan komt dat gebakje voorbij wat je toch niet af kon slaan. Ja. Dan vaak zakken mensen in zak en as. En dan denken ze, zie je wel, vandaag is verloren. Dus de rest van de dag doen we het ook niet meer goed. Maar why? Nee, dus dat kijk is... eens of je dan gewoon de positieve punten eruit kunt pikken. Mm-hmm. Ja. Ja. En dat je gewoon denkt, goed, dat was een misstap. Maar de rest van de dag ging het wel goed. Ja. Stel dat je allerlei, dat je zegt van, iedere dag 10 seconden koud afdouchen. Ik weet niet of dat heel, voor de ene is dat een uitdaging. Voor de ander denk je, maar dat doe ik al. Ja. Maar zo zou je je eigen lijstje kunnen samenstellen. En dat je denkt van, al die dingen die ik eigenlijk op mijn verlanglijstje heb, die ga ik gewoon eens opschrijven. En stel nou eens dat je op een gegeven moment het voor elkaar krijgt om gewoon een paar van die dingen eruit te pikken in een week. En misschien lukt het wel om iets te gaan integreren. Dat je denkt, die ene dag zonder dat glaasje alcohol. 2 dagen lukt me ook wel. En 3 dagen lukt me ook wel. Kijk, dat is allemaal winst. Mm-hmm. En het feit gaat erom dat we ons allemaal gewoon lekker in ons eigen vel gaan voelen.
Waarbij we ja, gewoon comfortabel zijn en tevreden met onszelf. Want ja. De een is tevreden met maatje 36 en de ander is helemaal happy met maatje 42. Misschien nog wel meer. Maar even, dus, sorry dat ik je nog onderbreek. Maar ja. Anders, we moeten even die punten focussen. Die 1 minuut stilte. Wanneer doe je dat en waar ja. Is dat goed voor? Het is 1 minuut, maar op een dag is natuurlijk niks. 1 minuut stilte? Nee, maar probeer het maar eens. Probeer maar eens even die 1 minuut echt letterlijk stil te zijn. Ga gewoon zitten. Ik zit op dit moment op een yoga-bolstertje. Ga gewoon eens 1 minuut letterlijk zitten. En wanneer doe je dat? Op het moment dat jij echt die 1 minuut kunt pakken. Of dat nou 's morgens vroeg is, of 's avonds voordat je naar bed gaat. Of misschien tussen de middag. Maar 1 minuut en dan gewoon echt helemaal niks. Alleen maar de focus op jezelf. Oké, 10 seconden koud dus afdouchen. Ja, dat lijkt me handig als je onder de douche staat. Ja, ik heb dat gedaan. Dus onder een warme douche. Ik heb het gedaan, dat je dan wel warm begint, maar dan koud af. Ja? Maar ik heb dan mijn spieren verkrampen dan een beetje. Ik kreeg daar gewoon spierpijn van. Ja, kan dat dus niet? Oh. Maar ik ben natuurlijk een tenger popje. Het is koud. Oh, nou. Ja, maar oefening baart kunst. Dus nu een week lang, Marco. Ja, maar wat win je daar? Wat is er zo goed, goed dan aan? Wat doet het dat met je lijf? Ja. Nou, het stimuleert... sowieso de doorbloeding en het stimuleert het bruine vet op ons lichaam. Dus oh. we zijn gewoon meer vetjes verbranden. Even een korte uitleg. Oh, dat is eigenlijk wel simpel als het op die manier kan. Dat kan zeker bijdragen. Ja. Hoef je niet naar de sportschool, maar even 10 minuten onder de koude douche, dan gaan ze dan voor je ook af. 8 uur slaap, nou daar komen we dan wel aan. 10 minuten workout of 30 minuten wandelen? 10 minuten. Ja, nou, voor de meesten is dat ook best wel een uitdaging. En zeker 10 minuten workout. Maar 10 minuten is prima om eens even met start mee te maken. En al is het niet iedere dag, ga gewoon eens lekker aan de slag. Nou, wandelen is sowieso wel goed te doen, 30 minuten wandelen. Ja. Dan hebben wij nog... die slaap, hè? Ja, die slaap in de 8 uur. Ja, ik kom er echt aan. Komen de meeste mensen toch wel aan, 8 uur slaap? Ik bedoel, als je s'avonds om 11 uur naar bed toe gaat en je staat om 7 uur op, dan heb je een... Nou, heb je nog wat aan de avond en je hebt... Dan heb je een hele mooie nachtrust. Ja. Halen de meeste mensen dat dan niet? Mijn werk gaat om 5:15. Ja, oh. Ik haal het niet. Ik sta om 5:15 op. En dat betekent dat ik om 9:15 naar bed moet. Dat haal ik niet. Dus ik kom echt niet aan 8 uur slapen per dag. Nee, helaas. Nou, dat haal ik wel, hoor. Dus daar... Nou ja, dat is een pre. Dat is super als je dat haalt. Ja, oké. Okay. Dan hebben we die me-time die dan... dat spreekt eigenlijk voor zich, hè. Even je telefoon wegleggen, geen televisie kijken. Maar wat doe je dan in die me-time? Want als je geen tv kijkt, niet met je telefoon of je laptop bezig bent... Een boek lezen, is dat het dan? Nou, je zou even wat tijd voor jezelf kunnen nemen. In welke vorm dan ook. Nou, misschien is dat wel boek lezen. Hoeveel mensen hebben er nog daadwerkelijk echt 30 minuten me-time? Ja. De mensen die ik spreek en in de studio komen, die in ieder geval niet. Nee. En dat is best wel iets wat je kunt integreren. Alleen, je moet er tijd voor maken. En dat is natuurlijk wel belangrijk om dat gewoon eens in je agenda te zetten. Maar echt gewoon 30 minuten voor jezelf. Maar zoals gisteren, als ik dus even een boterkoek aan het bakken ben, dat duurt ook ongeveer een half uurtje, dat valt ook onder me-time. Je moet er vervolgens niet opeten, dan dat zeg vind jij? Ik Nee, maar in die 30 dat minuten is niet zo handig, ga je dan weer je telefoon pakken. Of dan... Nee, dat kan niet, want dan zit je met je hand in deeg. Ja, maar de meeste mensen gebruiken nu die me-time om hun telefoon weer eventjes te checken. Exact. Ja, dat is het nieuwe boek geworden of de nieuwe tv. Ja. Ja, en die telefoon. Maar moest je kijken, we hebben natuurlijk niet voor niks al die screens die aangeven hoe lang we wel niet online zijn geweest. Ja. Ik denk dat we veel te vaak en veel te snel, en ik ben geen uitzondering daarin, die telefoon pakken. Hmm. Laptop open, televisies aan. Nou, ik weet niet, op vrijdagavond is er zo'n leuk programma op Baantje. Dan moet ik altijd vreselijk lachen als we daar naar kijken. Terug in de oude tijd waarbij we nog geen mobieltjes hadden en gigantische computers stonden waarbij we nog rookten in huis. En toen dacht ik, toen hadden we heel veel me-time. Maar sinds de computer en de telefoons hebben we veel te weinig me-time. Dus ga je lekker zelf vertroetelen, verzorgen, maskertje... in de keuken lekker rommelen. Die 30 minuten wandelen kunnen in principe natuurlijk ook onder die me-time vallen. Hè? Dus dan combineer je eigenlijk alweer twee van die stappen in één. Als je dan je podcastje opdoet en gewoon lekker loopt. Ja. Nou, even heel snel, want gezien de tijd... Geen podcast. Waarom niet? Geen afleiding. Podcast. Waarom niet? Geen telefoon. Lekker computer. Maar als je 30 minuten gaat wandelen, vind ik het met een podcast wel prettig. Ook in stilte wandelen gewoon. Ook. Dat is toch mooi? Dat is toch leuk? In stilte. Ja. We zitten aan de tijd. We hebben nog een paar punten. Nou ja, niet roken, geen alcohol, geen suikers. Dat lijkt me allemaal wel duidelijk. Die 2 liter water drinken ook. Duidelijk. Geen mobieltjes tijdens het eten. Vooral ook met kinderen is dat heel belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk. Dat je dat gelijk leert. Ja. Juist. Ja.
Ja, heel verstandig. Lijkt me een goed uitgangspunt om de avond mee in te gaan. Goed, toch? Doen we dat. Monique, dankjewel. Tot de volgende keer.